De minister van Buitenlandse Zaken van Marokko, Nasser Bourita, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Suriname. Tijdens dit bezoek zijn er gesprekken gevoerd over het intensiveren van de relatie tussen Suriname en Marokko. Ook is er een document ondertekend voor het uitdiepen van de bilaterale samenwerking. Minister Bigli over het bezoek. Laat mij als eerst zeggen dat Marokko, of het Koninkrijk van Marokko beter gezegd, een heel belangrijke partner voor Suriname is. U weet dat wij in ons buitenlands beleid de afgelopen periode onder regering Bouterse 1 en 2 heel gericht op zoek zijn gegaan naar diversificatie van onze partners of het intensiveren van de reeds bestaande relaties. Zo bestaat de diplomatieke relatie met Marokko al sinds 2004, juli 2004. En we hebben in de afgelopen 5, meer nog de laatste 3 jaren, heel erg intensief gekeken naar hoe Marokko, een land op het Afrikaans continent, rekenend tot het Afrikaans continent, maar ook Arab, in de Arab world bekend, zijnde, betrokken. Hoe kunnen wij daarvan goed gebruik maken, maar tegelijkertijd op basis van wederzijds voordelen en eigenlijk respect. We hebben toen op uitnodiging van de minister van Marokko in 2017 november een bezoek, officieel bezoek afgelegd. En u kunt zich heugen dat ik vanaf dat moment heb aangegeven dat de Minbusa van Marokko een wederbezoek zou afleggen. Hij is namelijk nu pas voor het eerst sinds hij Minbusa is in deze regio. Hij gaat naar Brazilië, naar Chili, naar El Salvador en naar de Dominicaanse Republiek. En Suriname is erbij opgenomen. En in dit verband hebben wij gekeken naar eigenlijk de samenwerking die dus al loopt. En het feit dat we elkaar heel vaak ontmoeten. Marokko is in de NAM, Marokko is in OIC, is een UN-lidland. Dus we zien elkaar heel vaak in de marge van deze meetings. Tijdens mijn ontmoeting in november 2017 hebben we 5 documenten getekend. Maar meer nog hebben wij een roadmap getekend. Eigenlijk een heel uniek document. Het houdt concreet in dat wij op een aantal gebieden samen gaan werken. Heel concreet, middels beurzen, middels uitwisseling van technische capaciteit, maar ook financiering, ontwikkelingsfinanciering. En in dat verband wil ik noemen dus toerisme, landbouw, energie. Ik wil ook noemen de diplomatieke relaties, in ieder geval versterking van de diplomaten over en weer, de militaire samenwerking en transport en gezondheidszorg. Op het gebied van diplomatie hebben wij vorig jaar volledig betaalde beurzen als het ware kunnen afwerken met 15 jonge diplomaten die er naartoe zijn gegaan. Vandaag zijn ze in de dienst, sommigen zijn van andere instanties, maar we hebben dat kunnen afwerken. Maar we hebben ook met de ondersteuning van Marokko nu het toekomstige hoofdkwartier van het instituut, het Suriname Diplomaten Instituut, zijn we aan het renoveren, het oud BUSA-gebouw. Verder hebben wij ook de Militaire Academie, vallende onder het ministerie van Defensie. Daar is er ook ondersteuning uitgeput. Concreet kunnen we zeggen dat dit bezoek heel timely is. Omdat wij hebben gekeken naar de noodzaak om handel te gaan doen met elkaar. Maar je kan pas handel doen met elkaar, economische betrekkingen verstevigen, als je raamwerkovereenkomsten hebt. Dat is 1 aspect ervan. Daarmee zijn we nu bezig in onderhandeling. Maar tweede is, als je geen connectiviteit hebt, kan je zo luid schreeuwen van de daken dat Suriname een hop is, omdat we de dichtstbijzijnde hoofdstad naar Europa vanuit de regio zijn, maar ook richting Afrika. Tegelijkertijd zijn wij onze haven, nieuwe haven, een bijzondere haven in de regio. Maar ook de Tangermet Port in Marokko is een bijzondere poort. En we willen tussen deze twee havens connectiviteit gaan ontwikkelen. En dat is wat belangrijk is. We hebben heel lang hierbij stilgestaan, breedvoerig nagekeken. En de minister heeft de toezegging gedaan dat niet alleen Air Marokko kan gaan praten met spelers hier nationaal, maar dat we ook een Air Services Agreement moeten tekenen. En daarnaast
zo snel mogelijk onze havens gaan verbinden. Het is belangrijk dat ik benadruk dat deze culminatie van activiteiten en projecten heel belangrijk is. Een ander heel groot project dat we aan het bekijken nu zijn, nadat de minister het heeft aangeboden vandaag, is de solar projectie of projecten voor het binnenland, waarbij Marokko het grootste solarland is in de wereld, waarbij al rond de 40% solar wordt gebruikt, maar ook hydro en wind, energieopwekking. En wij in ons achterland dat zeker nodig hebben. En de minister heeft alle toezegging gedaan om eigenlijk met Suriname dat gedeelte ter hand te nemen. Dat betekent een stukje follow-up nationaal, om ook voordelen uit te halen, maar dat die mensen van ons ook in het binnenland beter gebruik kunnen maken van dit soort bezoeken. Eigenlijk is dat het. Verder hebben we gesproken over cultuuruitwisseling. En we hebben dat vandaag ook gezien hoe de culturele uitwisseling was. Door de Maron en inheemse groep te presenteren. En die zullen ook op korte termijn een kans krijgen om uitwisselingen te doen. Maar belangrijk denk ik is voor de kleine man, de jongeren, de mogelijkheid om trainingen te gaan doen op technisch gebied. Dus je hoeft niet per se van de universiteit of middelbaar niveau te zijn. Universitair of middelbaar niveau te zijn. Je kan gewoon op technisch niveau zeggen, ik ben een tegelzetter of ik ben een vakman als het gaat om auto's repareren. En dan heeft Marokko daarvoor 20 beurzen ter beschikking gesteld. Al met al een positief bezoek, omdat we zien een weerspiegeling, een correctie van wat Afrika was, wat we kenden als Afrika en wat we nu zien als Afrika. Een waardige Zuid-Zuid-partner die ons als ontwikkelingsland mede kan optrekken in de ontwikkeling. En dat hebben we nodig in Suriname, diversificatie van onze economie, maar gericht op de mens. Dat zegt de president vaker, de mens is onze belangrijkste hulpbron. En daar gaat BUSA voor die woorden van de president vormgeven. En ik ben heel blij dat we een roadmap hebben, welke we gaan herzien al rond september dit jaar. Het gaat tot 2021 door, maar er is een heleboel daaruit te halen. Verder wil ik ook aangeven dat de president is uitgenodigd door de koning om bezoek af te leggen op het moment wanneer wij dat goed vinden als land. Natuurlijk afstemmen met Marokko en ook de koning is uitgenodigd door de president hier aan bezoek af te leggen. En op lange termijn dan nu plannen we ook zeer zeker een ambassade in Marokko te vestigen en als zodanig ook een ambassade hier te landen. Eigenlijk zei de minister van BUSA van Marokko vandaag, Foreign Affairs did all they can already. Wij hebben het grondwerk, de groundwork, de basis, hebben wij gelegd. We hebben een roadmap dat eigenlijk bijna zelfs 10 ministeries binnen Suriname, onze overheid en regering beslaat. Betekent heel concreet dat de ministeries follow-up moeten doen. Ze moeten implementeren en met name benutten wat voor kansen er worden gecreëerd. En BUSA kan zoveel als herinneren, maak gebruik ervan, ga praten met je counterparts, identificeer mensen, maar het is het werk van de vakministeries. En het is een hele goede vraag, omdat BUSA niets anders is dan de reflectie van de gestelde nationale doelen. Dus als we zeggen landbouw en toerisme, dat is belangrijk. Dan weten we dat als Marokko zegt, ik heb elk jaar in april een standaard landbouwconferentie en daar worden de nieuwste technologieën meegedeeld, dan moet LVV daarop inspelen. Als we praten over Marokko die in 2020 20 miljoen toeristen wil accommoderen en een hele grote strategie erop heeft neergelegd, dan moet toerisme daarop, het ministerie van Handel en Toerisme daarop inspelen. En dat is een wisselwerking. We hebben een capaciteitsissue, maar met het weinige dat we hebben, moeten we wel in staat zijn alvast de low-hanging fruits te kunnen plukken. Wat BUSA doet, we kijken zoveel mogelijk naar de mensen met de niche, de landen met de niche. We weten, ISA, de International Solar Alliance, is door India en Frankrijk een organisatie die zich bezighoudt met solar geïnitieerd. We zijn daar lid van, founding member.
We hebben met India een creditlijn lopen, maar als bijvoorbeeld Marokko aanbiedt directe expertise zonder dat we daar een creditlijn voor hoeven aan te spreken en mogelijkheid om technici aan te bieden, dan kijken we ook wat kan inderdaad Marokko geven. Maar de stroomleiding is belangrijk en vooral de rol die BUSA vervult in coördinatie. If alles maar go begin taki, dan wordt het een rommel. Dus BUSA is die plek die het bijeen moet brengen. En dat is vaak genoeg een uitdaging, maar we blijven aan de weg timmeren. Het is een lang proces. Het is eigenlijk ook een verworvenheid van jonge natie zijn. Dat je nog in ontwikkeling bent en steeds betere processen op gang brengt om als overheid, als land gecoördineerd over te komen. Het document is een joint communiqué dat precies weergeeft waar we waren, waar we nu zijn en waar we naartoe moeten gaan. En een intentie om die versteviging van relatie ter hand te blijven nemen. In ieder geval als het aan Suriname ligt, zal het zo zijn. En met het ondertekenen heeft ook Marokko dat te kennen gegeven.